Bij barbecue rijst al een keer de vraag: wat kunnen wij meer doen dan een simpel slaatje? Kijk, we hebben een lekkere bloemkool, lokaal gekocht. En we gaan daar van alles mee uitsteken. Maar we beginnen bij het begin. Het harde deel eruit. Zo. En die mag op zijn volledige grootte erin. Natuurlijk aan een grote kookpot pakken. Dat is al het bijzonderste. Heel voorzichtig in gezouten water. En laat die maar even een paar minuutjes garen. Hij heeft nu een paar minuutjes gekookt. Nu gaan we die eruit halen. En dan gaan we die gauw in de frigo steken om even af te koelen. Intussen gaan wij ons sausje maken. Een lekker dipsausje met yoghurt. Basis van Griekse yoghurt. En spekjes uiteraard. Voor een hele goede smaak gerookt spek gebruiken. En dan gaan we dat goed opbakken, krokant. En nadien gaan we die een klein beetje laten afkoelen. Onze spekjes zijn gaar en krokant. En dan gaan we die nu op papier laten uitlekken. En die mogen ook een beetje afkoelen. Zo'n spekjes zijn voldoende afgekoeld. We gaan die nu gewoon fijn hakken. Het grote mes. Heb je thuis een hakmolentje, zoveel te beter, dan kan je dat gebruiken. En dan is het gewoon een paar keren grof pulseren. Zodat ze dat zo mooi zeggen, om grof gehakte spekjes te hebben. Zo, onze spekjes zijn klaar. We gaan die in onze pot doen. We gaan er onze zure room bij nemen. Dat gaat er allemaal in. Onze Griekse yoghurt uiteraard. We gaan afkruiden met een klein beetje zout. Niet te veel, want spekjes op zich hebben al redelijk wat zout. Een beetje peper mag er altijd bij. Grove zwarte peper. En uiteindelijk onze citroen. Een beetje citroensap van een halve dus. Dat is meer dan voldoende. Wil je daar een beetje punch in steken, dan moet je altijd een beetje van de zesten gebruiken. Maar zeker niet het witte van de schil, want dat is bitter. En dat geeft niet zo'n fijne smaak af. Dus hier gaan we een klein beetje van de jus gebruiken. Zo. En dan mengen. En dit wordt een overheerlijke dipsaus voor bij de bloemkool. Hier ben ik met mijn bloemkool. Het is voldoende afgekoeld, dus dat gaat heel makkelijk snijden. Ik ga dat even hier zetten. Dan, groot mes, niet vergeten. En dan snijden we gewoon dikke schijven. Niet te fijn, want als je dan wilt grillen, gaan die makkelijk uiteenvallen. Ik ga die terug in de kom doen. Want dat moet allemaal terug mee naar de barbecue. Die gaat al mee. We gaan die nu allemaal mooi instrijken met een klein beetje olijfolie. We gaan die nog goed afkruiden met peper en zout. Voilà. Laat dat ook ongeveer een kleine 5 minuutjes grillen. Draai het dan een keer om dat dat een mooie kleurken heeft. Eens dat dat een mooie kleurken heeft, zijn die klaar, is dat warm en kunnen we vertrekken aan tafel. Zo, onze bloemkool is klaar. Dan is dat tijd om af te werken. Oh, dat ruikt verschrikkelijk lekker, hè. Dit gaat uw tafelgasten gelukkig maken. Kijk eens aan. We werken dan nog een klein beetje af met verse peterselie. En uiteraard nog een klein beetje zesten van de citroen om dat extra beetje punch te geven. Dames en heren, smakelijk. Onze gegrilde bloemkool. Thank you.